Jorie Loen, je eerste doelpunt vandaag voor FC Dordrecht. En direct een belangrijke en een mooie. Ja, hij zat er goed in. Dat was de 1-0. Dat was een belangrijk doelpuntje voor ons. En ik ben blij met mijn doelpunt, eindelijk. Ja, dan zie je dat er vaak tussen helften zoveel verschil zit. De eerste helft waren jullie goed, eigenlijk weinig te duchten. En de tweede helft hadden jullie het moeilijk. Ja, daar hebben we de laatste tijd wel een beetje last van. Ja. Maar na de 1-1 waren we de kluts even kwijt. Ik denk dat de wedstrijd even op slot zat. Gelukkig maak Paul die 2-1 en ben ik dat ze helemaal open en maak ook nog 3-1. Met 3 punten die hebben we hard nodig. Ja, wat zeiden jullie in de rust? Want de tweede helft gingen jullie, wat jullie de laatste weken wat minder deden, toch weer de lange bal met name spelen. Ja, daarom zei ik, we waren een beetje de kluts kwijt naar de 1-1. En, dat was niet de bedoeling, want we voetballen goed, zoals je eerst zelf kan zien. En dat hebben we vorige wedstrijd ook laten zien. De eerste helft gewoon heel goed voetballen en de tweede helft raken we het spoor een beetje bijster. Nou, daar moeten we wat op verzinnen. Al met al is het een prima week. Vorige week gewonnen in Venlo. Willem II verliest dure punten in de slotfase tegen Jong PSV. Jullie winnen nu zelf. Een mentale druk leggen jullie nu op Willem II. Ja, zeker. Willem II krijgt lastig bij de Graafschap. Dus ja, ik ga spelen maandag en dan ga ik lekker voor de tv zitten. Ja, een inhaalwedstrijd moeten ze ook nog tegen Jong Ajax. Ook een wedstrijd die ze niet 1-2 meer pakken. Ja, het zou lekker zijn als jullie, wanneer jullie binnenkort naar Willem II gaan, naar Tilburg, dat jullie een voorsprong van minimaal 4 punten hebben. Ja, dat zou heerlijk zijn. Ja. En dan, dat we daar ook nog gaan winnen, dat zou helemaal top zijn. Ja, hoe is jouw aanpassing hier geweest? In de winterstop ben je gekomen van NEC, gehuurd. Aan het begin speelde je wel, toen eventjes niet. Nu de laatste weken weer wel. Hoe is dat gegaan? Ja, in het begin speelde ik wel. En toen kwam ik op de bank terecht. Zonder reden eigenlijk. Daar had ik het even moeilijk mee. Maar ik heb het opgepakt op teampositie. En tot nu toe gaat goed. Dat is wel prima. En ik krijg het vertrouwen van de trainer. En zeker gezien de voetbal en kwaliteit die we nu in het team hebben. Dat is prima zo. Ja, en als je ziet welke spelers soms op de bank zitten, zelfs op de tribune, hebben jullie echt een grote groep die het doen, hè? Ja, zeker. We hebben gewoon een goede selectie. En, we kunnen altijd wisselen. Als je kapot bent, kan je een wissel vragen, komt er gewoon een goede speler weer in. En, dat is fijn voor de trainer natuurlijk. Maar ook fijn voor onze concurrentie. Dan maken we elkaar goed beter. Tot slot een mooi ererondje voor het publiek. Het leek wel of jullie al kampioen waren ze nu dan. Ja, ja. Maar dat is mooi. De publiek is, ik moet zeggen, heeft me wel verbaasd. Ik vind het echt een mooi sfeertje altijd. En, we staan er bovenaan, 4 punten los. Druk ligt bij hun.